2006 kwamen VLD en CD&V met respectievelijk 9 en 6 zetels als sterkste uit de stembusgang. Ze vormden samen een coalitie met een ruime meerderheid en Ann Schevenels van Open VLD werd voor de tweede keer burgemeester. Op 14 oktober trekken twee nieuwe partijen naar de kiezer. LSP Rood en Denk van ex-CD&V-gemeenteraadslid Peter de Smet. Burgemeester Schevenels trekt met haar partij naar de kiezer zonder Herman Schuurmans, maar wel in kartel met oppositiepartijen SPA en lijst Schroos onder de naam Keerbergen 2020. Ik heb de voorbije jaren ontdekt en ondervonden dat de mensen die het kartel mee uitmaken samen met Open VLD, dat die constructief en positief hebben meegewerkt aan het beleid van onze gemeente. Weliswaar in de oppositie, maar uiteindelijk politiek draait daarover. Politiek wil zeggen dat je positieve dingen moet doen voor je gemeente. Coalitiepartner CD&V was onaangenaam verrast door het nieuwe kartel. Ja, dat kwam toch niet zo goed aan eigenlijk. We hadden toch een goede samenwerking gehad. En nu echt een actie nemen eigenlijk tegen onze partij, zo ondervonden we dat wel. Een beetje een manoeuvre van angst en armoede. N-VA zat bij de vorige verkiezingen nog in een kartel met lijst Schroos, de partij van oud-burgemeester Marcel Schroos. Hij overleed vorig jaar op 70-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Schroos was 24 jaar burgemeester van Keerbergen. N-VA zonder dissident Bas Luiten is niet te spreken over het nieuwe kartel waar lijst Schroos nu deel van uitmaakt. We hebben geen kartel gemaakt omdat we zeker zijn van onze eigen kracht. Keerbergen 2020 heeft wel een kartel gemaakt, omdat ze, ja, zij voelen dat zij in een soort van verliezerspositie zitten. En ze willen de kiezer die hun verlaten, willen zij proberen te compenseren via andere kanalen. Wat maakt dat eigenlijk? Keerbergen 2020 is een partij geworden van een stukje oppositie, een stukje meerderheid. Blijkbaar mensen die opeens elkaar allemaal heel goed vonden. Veel liever, denk ik, dan met een duidelijke kaart naar de kiezer te gaan, dan met voorakkoorden die er nu blijkbaar achter de rug worden gesloten zonder dat de kiezer het weet. En ik ga veel liever... Welke dan? Dat wordt hier allemaal verteld, dat zal u misschien ook al gehoord hebben. Ik ga daar niet verder op ingaan. Blijkbaar is er een voorakkoord. Dat men dat dan ook maar zegt tegen de kiezer. Tussen welke partijen dan? CD&V en N-VA blijkbaar. Ook Vlaams Belang trekt in Keerbergen naar de kiezer. Het maakt zich vooral zorgen over de hoge uitgaven die de gemeente de laatste 6 jaar heeft gedaan. Wij moeten toch rekenen op een 25 miljoen euro. Omgerekend in Belgisch geld, dat is toch rond het miljard. En dat op een ogenblik dat we vertrokken zijn van een serieuze spaarpot. Nu, er zijn wel veel nuttige werken uitgevoerd, maar het is wel de plicht een gemeente weer als een goed huisvader en moet zien wat men doet. Dus dit wordt wel veel voor de gemeente. En daarom is er ook gezegd in de begrotingscommissie dat er een belastingverhoging zal moeten komen. En zelfs een investeringsstop. Ik denk dat ze zich geen zorgen moeten maken. Ik denk dat ze zeggen het dan zelf, dat we onze centen goed geïnvesteerd hebben. We hebben ze niet langs deuren en vensters gespendeerd. We hebben mooie projecten gebouwd, geen luxe projecten. Projecten, gebouwen die noodzakelijk waren voor onze bevolking. Ik denk dat we een goed beleid hebben gevoerd. Er gaat geen belastingsverhoging komen, toch niet als het van ons afhangt. De Keerbergenaar zelf lijkt alleszins tevreden over het bestuur van de laatste 6 jaar. Alles verloopt goed. We hebben een goede burgemeester, dus ik zou niet kunnen zeggen waarom dat niet zou goed verlopen. Hè. Ik vind wel dat de mensen hun best gedaan hebben, natuurlijk. Dat is altijd wel iets dat u tegensteekt. Hè. Dat zal altijd zo blijven. En wat dan juist? Ja, ik kan u zo concreet niks aanhalen, maar er zijn toch altijd dingetjes die je zo hoort vertellen. Dat je zegt, dat zou toch beter kunnen. Of dat zou ik toch niet doen, of ik zou dat anders doen. Ik vind dat in Keerbergen al veel gebouwd wordt en dat er weinig open ruimte overblijft op de duur. Dus ik denk dat het toekomstig beleid meer rekening zou moeten houden met het behoud van de bestaande natuur, open ruimtes en bossen. En minder vrijgevig zou moeten zijn met bouwvergunningen. Toch plant de gemeente aan de wijk Vogelzang tussen de Putsebaan en de Bakenstraat een woonuitbreidingsgebied. Maar daar zorgt de Raambeek bij hevige regenval voor wateroverlast. Er is een wissel gebeurd. Er komt een stuk natuurgebied bij aan de Broekelei. Wat oorspronkelijk een woonuitbreidingsgebied was, nu komt dat aan de Putsebaan. Het probleem daar is
Er is een probleem met de watertoets. Daar worden blijkbaar technische oplossingen voor bedacht. Maar toch ja, krijgen we signalen van de buurtbewoners dat dat daar toch wel een groot probleem is. We hebben daar rekening mee gehouden. Er is aandacht aan besteed. En in het nieuwe voorstel wordt zeker gezorgd dat de waterafvoer goed verloopt en misschien een paar percelen niet zullen bebouwd worden om problemen te vermijden. Verkeersveiligheid blijft in de gemeente ondanks veel investeringen een heikel punt. Paul Bielderman kan ervan meespreken. Zijn huis ligt tussen de drukke Haagse en de oude Putse baan. Vorig jaar belandde voor de 42e keer een auto in zijn voortuin. Toen het eerste ongeval in mijn situatie gebeurd was, toen heeft de vorige eigenaresse mij verteld dat er daarvoor al 40 keer ingereden was in haar tuin. Dat is dus ook een schrijnende situatie. Dus dat betekent ook dat de gemeente Keerbergen dat al ettelijke jaren kent, maar er gewoonweg niks aan doet. Ondertussen heeft de gemeente de wegmarkering al veranderd, waardoor het kruispunt veiliger zou moeten zijn. De gemeente maakte ook andere punten verkeersveiliger, zoals de buurt rond het Atheneum. We hebben enorm veel geïnvesteerd in openbare werken, in verkeersveiligheid. We hebben al onze schoolomgevingen veilig gemaakt. De gevaarlijkste punten in onze gemeente hebben we reeds aangepakt de voorbije jaren. En dat is nu verder bouwen. Maar vooral de fietspaden blijven een probleem. Onder andere de Kempenlaan, de Molenstraat en de Mechelsebaan vragen om degelijke fietspaden volgens N-VA. We willen echte fietspaden. We willen fietspaden zoals dat het voorgesteld wordt door de Vlaamse overheid. Fietspaden, gescheiden fietspaden op grote banen waar dat heel snel gereden wordt. We willen kindvriendelijke trajecten, zodat mensen op hun gemak hun kinderen naar school kunnen sturen met de fiets. Want nu gebeurt dat eigenlijk helemaal niet. In april dit jaar kon eindelijk de eerste steen van het nieuwe cultuurcentrum gelegd worden op de site van het oude gemeentehuis. Door een klacht van het Heemkundig Museum De Botermolen kon het oude gemeentehuis niet afgebroken worden en moest het geïntegreerd worden in het nieuwe gebouw. De hele zaak zorgde voor een flinke vertraging. Het is eigenlijk een historisch dossier dat meer dan 10 jaar aansleept. Ik denk wel 15 jaar ondertussen bijna. Er is veel gewerkt om het zover te krijgen. Er zijn ontwerpen geweest, er is veel overleg geweest. Er is een beetje een obstakel geweest door het al of niet afbreken van het oud gemeentehuis. Maar uiteindelijk zijn we heel blij dat we zover staan. En de werken vorderen enorm goed. En het geeft een heel leuk zicht om dat elke dag zien te groeien. De kiezer hoopt alvast de volgende 6 jaar op een goed bestuur. Maar wat verwachten de kandidaten van de kiezers? Ik ben positief. Ik hoop op een stijging van 2 zetels. Een exact cijfer gaan we daar niet op kleven, maar we verwachten wel dat we goed gaan scoren. Ik hoop dat wij terug ons aantal van de vorige keer halen. En dan zou ik opteren voor een sterk Keerbergen 2020 met een sterk Vlaams Belang als controlerend organisme. Ik ben heel benieuwd naar 14 oktober, maar heb er alvast heel veel vertrouwen in. Dat onze inwoners gaan appreciëren wat we de voorbije jaren voor hun allemaal gedaan hebben.